Als goed is komen nog een paar mensen binnen, maar wij gaan in ieder geval alvast beginnen. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Pim Stoop. Ik zit op dit moment in de Master Ondernemingsrecht. Begonnen afgelopen september. Ik ben ook al anderhalf jaar lang verbonden aan Athena. Ik geef eigenlijk al de hele tijd het vak onderneming en recht. En ik heb ook al verschillende stages gelopen op het ondernemingsrecht. Nou, ik heb er zelf al enige vorm van affiniteit mee. En ik hoop misschien dat jullie na die cursus ook hetzelfde gevoel erover hebben. Ik wil er ook later zeker in beginnen. Even kijken, voordat we inhoudelijk gaan beginnen, et cetera. Nog even over de structuur bij Athena. Hoe werkt het nou eigenlijk zo'n normale les bij Athena? Kijk, vandaag is het zo dat we de gratis cursus hebben. Het duurt anderhalf uur. We gaan over één onderwerp gaan we op inzoomen en we gaan ook nog even oefenen ermee. Maar even bij normale cursus is het zo dat ik altijd eerst begin met de theorie. De theorie is natuurlijk de basis die we allemaal moeten kennen. Nou, hoe leg ik die theorie uit? Is natuurlijk ook handig. Kijk, als jij gewoon al die artikelen hebt en ze leest, is het ook wel goed om er even een goed beeld bij te vormen. Nou, dat doe ik door het gebruik van voorbeelden. Ik gebruik eigenlijk altijd een beetje hetzelfde standaard voorbeeld, maar ja, het werkt. Dus dan werkt het. En daarna sluit het altijd af met oefenopgaves. Ik denk ook dat het ook zeker geldt voor ONR, dat de beste manier om je voor te bereiden op het tentamen is, nadat je natuurlijk gewoon die hele theorie, et cetera, door hebt, is door gewoon extreem veel te oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Daarmee heb je gewoon door van, oké, hoe stellen ze de vraag? Hoe moet ik die vraag beantwoorden, zodat ik alle punten krijg? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik een 7, 8 of een 9 ga halen voor het tentamen? En je ziet ook, de structuur is gebaseerd op tentamens van voorafgaande jaren. We gebruiken voor die oefenvraag gebruiken we oude tentamenvragen die gewoon representatief zijn. Leren mensen vragen te stellen. Het is natuurlijk zo dat via Zoom is het iets lastiger. Kijk, in principe ben ik gewoon tegen een scherm aan het praten en jullie zijn naar een scherm aan het kijken. Maar we willen het eigenlijk wel zo interactief mogelijk houden. Dus stel ook vooral je vragen. Ja, jullie zitten ook al, ik weet niet hoe lang in deze pandemie. Dus ik neem aan dat jullie wel een beetje door hebben hoe Zoom werkt. Je hebt in ieder geval zo'n chatfunctie, daarin kan je berichten sturen. Maar eigenlijk wat het handigste is, wat ik vooral het meest efficiënt vind, is dat je gewoon je eigen microfoon aanzet. En gewoon zo de vraag stelt, dan onderbreek ik me vooral. Of als ik klaar ben met mijn zin of iets dergelijks. Zet vooral gewoon je microfoon aan en stel die vraag. Want het is natuurlijk heel jammer als je nog met vragen uit deze cursus komt. Dus we gaan het zien. Je ziet onderaan zie je ook bijvoorbeeld de 24/7 WhatsApp-hulp. Wat we altijd doen bij een normale cursus is dat we met de mensen van de normale cursus in één aparte WhatsApp-groep gaan. Waarin jullie in de voorbereiding op je tentamen kan je dan nog vragen instellen. Ik zal zelf ook in die WhatsApp-groep zitten. En stel je voor dat je nou een vraag niet snapt of het onderwerp is nog onduidelijk, dan laat ik jullie eerst de mensen die in de groep zitten elkaars vragen beantwoorden. Want daar leer je eigenlijk het meest van, door vragen ook van anderen te beantwoorden. Maar als ik er nou zie van ze komen er niet uit of er wordt niet gereageerd op, dan zal ik zelf even op reageren en jullie uit de brand helpen. Dus is dit allemaal duidelijk voor jullie? Zijn er van jullie nog vragen hierover? Dus nogmaals, zet vooral je microfoon aan, stuur het in de chat. Ofwel over de normale cursus, ofwel inhoudelijk. Oké, ik krijg helemaal niks binnen. Nou, wat gaan we de komende anderhalf uur doen? We gaan de vertegenwoordiging doornemen. Vertegenwoordiging is uit mijn hoofd, dus dat week 9. Dat weet ik niet precies. Maar vertegenwoordiging is altijd echt een heel erg belangrijk onderwerp voor het tentamen. Ik zie hem eigenlijk vrijwel elke keer terugkomen. Dan heb ik het niet alleen over de vertegenwoordiging van de personenvennootschappen, maar heb ik ook over de vertegenwoordiging van de kapitaalvennootschappen. Is gewoon echt een heel erg belangrijk onderwerp. Het is ook misschien iets technischer. Je moet ook veel met de wet werken en je moet de wet echt goed lezen. Dus pak ook vooral echt je wettenbundel erbij. Die is echt heel belangrijk bij het onderwerp. Enkel arrest is ook nog van belang, maar vooral die wettenbundel. Daar staat het in principe altijd in. Geldt ook eigenlijk een beetje voor de rest van het vak. Hè? Ondernemersrecht, vooral niet het bedrijfswetenschappelijk gedeelte, maar het ondernemersrechtelijk gedeelte, kan je gewoon echt driekwart kan je gewoon vinden in de wet. En als je de arrest kent, dan kan je het gewoon, daar staat het in principe gewoon allemaal in. Dus archeer ook vooral mee de artikelen die we vandaag gaan behandelen. Als er verder geen vragen meer zijn, dan gaan we maar inhoudelijk aan de slag. Nou, er zijn drie verschillende systemen, waarvan ik eigenlijk de eerste vind ik het minst belangrijk. Die heb ik ook niet voorbij zien komen in het tentamen, moeten jullie wel nog steeds te kennen. Dus we gaan hem even kort doorlopen, maar ik wil voornamelijk stilstaan bij die twee. En die derde. Nou, de eerste is dus de volmacht en boek 3. Jullie hebben als het goed is allemaal inleiding burgerlijk recht gehad. En daar heb je ook het leerstuk volmacht gehad.
Dus de kant is dat. Dus ik neem aan dat het allemaal een beetje herhaling is, maar we gaan het nog steeds wel even snel doornemen. Daarnaast hebben we de personenvennootschappen. En wat waren de personenvennootschappen ook alweer? Dat zijn altijd dus de maatschap, de vennootschap onder firma en de communitaire vennootschap. En tot slot heb je de rechtspersonen. En eigenlijk vooral de NV en de BV. Die zijn van belang voor jullie stof en die staan in het burgerlijk wetboek 2. Te beginnen met de normale vorm van volmacht uit burgerlijk wetboek 3. Pak even allemaal artikel 60 van burgerlijk wetboek 3 erbij. Daarom mee. Er zie je namelijk staan in het eerste lid, volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander de gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Simpel voorbeeld, ik zeg tegen Piet, Piet jij moet voor mij dat en dat schilderij kopen en Piet die koopt dat en dat schilderij in naam van mij. Een hele simpele vorm van volmachtverlening. Nou, er zijn een aantal artikelen die nog een beetje van belang zijn, wanneer er kan natuurlijk van alles fout gaan. Bijvoorbeeld is artikel 61, de 2, staat niet op de slide, is de schijn van volmachtverlening. Is later, gaan jullie ook nog zien dat het ook nog iets belangrijker wordt. Een schijn van volmachtverlening is dus, dat vindt plaats als er dus geen toereikende volmacht was. Maar de derde, dus de verkoper van het schilderij, die mocht er wel van uitgaan dat er sprake, was van een toereikende volmacht. Dus stel je voor, ik zeg, Piet, jij mag de schilderij kopen, maar de schilderij mag niet meer dan 1000 euro kosten. Nou, Piet, die koopt dat schilderij voor 1500 euro. Nou, dat is natuurlijk, dan gaat hij zijn volmacht erbuiten. Maar als de verkoper van het schilderij op grond van handelingen of verklaringen van mij, de volmachtgever, mag uitgaan dat er sprake was van een toereikende volmacht, dan ben ik nog steeds gebonden. En dit staat dus in 61 lid 2. Ik zal hem even rustig voorlezen. Is een rechtshandeling in de naam van een ander verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan. De schijn van de volmachtverlening. Het staat dus een beetje anders, een beetje iets wat lastiger, vind ik zelf in artikel 61 lid 2, maar je moet er gewoon even doorheen kijken. Denk dus altijd aan het voorbeeld van als dus de verkoper van de schilderij, als hij er op basis van handeling of gedraging van de volmachtgever, dus op basis van mij, mag uitgaan. Oké, Piet, die mag gewoon voor 1500 euro dat schilderij kopen. Nou, dan ben ik nog steeds gebonden. Ander handig artikel is 69 lid 1. Zie ik op de slide staan. Het gaat over bekrachtiging. Wanneer iemand zonder daartoe bevoegd te zijn als gevolmachtigde in naam van een ander heeft gehandeld, kan laatstgenoemde de rechtshandeling bekrachtigen en haar daardoor hetzelfde gevolg verschaffen al zou zijn ingetreden wanneer zij krachtens een volmacht pas verricht. Dus stel je voor, Piet koopt weer dat schilderij. Ik geef hem die volmacht voor 1000 euro. Hij koopt het schilderij voor 1500 euro. Nou, hij komt aan met het schilderij en ik zie, nou, het is zo'n mooi schilderij. Ik wil er ook maar 1500 euro voor neerleggen. Dan kan ik de overeenkomst bekrachtigen, waardoor Piet als gevolmachtigde er tussenuit valt en ik gebonden ben aan de overeenkomst. Nou, stel je voor dat we hebben weer dezelfde situatie. Ik geef Piet de volmacht voor 1000 euro. Hij koopt iets voor 1500 euro. Maar er is geen sprake van bekrachtiging. Maar ook geen sprake van schijn van volmachtverlening. En wat gebeurt er dan? Dan is Piet aansprakelijk op grond van artikel 370. Ik lees hem ook nog even voor. Arceer vooral mee. Hij die als gevolmachtigde handelt, staat jegens de wederpartij in voor het bestaan van de omvang van de volmacht. Tenzij de wederpartij weet of behoort te begrijpen dat een toereikende volmacht ontbreekt, of de gevolmachtigde de inhoud van de volmacht volledig aan de wederpartij heeft medegedeeld. Dus de verkoper van de schilderij moet wel te goede trouw zijn. Nou, dit zijn een beetje die standaard artikelen. Hebben jullie als het goed is allemaal al gehad? Arceer ze vooral, lezen thuis nog een keer door. Vind ik voor tentamen en ook voor vandaag iets minder belangrijk. Iedereen wil dus iets minder de nadruk op leggen. Jullie moeten het wel kennen. Zijn er hier nog vragen over? Vond het duidelijk of snap je het helemaal? Laat het vooral weten in de chat. Of zet je microfoon aan. Dat kan natuurlijk ook altijd. Oké. Nou, ik krijg helemaal niks binnen. Nou, dan wordt het echt leuk. Dan gaan we om te vertegenwoordigen met de personenvennootschap.
onthoud altijd, hè, als je het hebt over een maatschap, een VOF of een communitaire vennootschap, dat je helemaal niet in Burgerwet 2 hoeft te kijken. Burgerwet 2 gaat altijd over de rechtspersonen, we hebben het hier over de personenvennootschap. En bij de personenvennootschap moeten we kijken naar Burgerwet 7a en het wetboek voor de koophandel. Nou, we beginnen bij de maatschap. En voor de maatschap hoef je altijd alleen naar Burgerwet 7a te kijken. En daar hebben we als goed is al een aantal artikelen hiervan behandeld. Zoals wanneer is er sprake van een maatschap? Even kijken, Boris, weet jij toevallig nog op basis van welk arrest er sprake kon zijn van een maatschap? Welk arrest hoorde daar ook weer bij? Boris is het even vergeten. Is iemand die toevallig Boris uit kan helpen? Op grond van welk arrest? Wanneer was er sprake van die maatschap? Nou, ik zie dat Ezra stuurt in de chat, dierenartspraktijk. Inderdaad, dat was het arrest Assense dierenartspraktijk. Ik zag namelijk in een tentamen van een aantal jaar geleden dat je wel nog steeds, zeg maar, de stof gaat over alle weken. Hè? Dus ook over die eerste 6 weken. Dus die moet je er ook goed kennen. Er was bijvoorbeeld een vraag, kreeg je gewoon een hele casus en dan moest jij aantonen, nou, is hier sprake van een maatschap of een VOF. Dus ook die arresten uit de eerste 6 weken leer je weer goed voor dit tentamen. Maar oké, dus dankjewel Ezra. Goed, gaan we even terug naar de vertegenwoordiging. Artikel 1679 en 1681 zijn hier van belang voor de maatschap. Ik lees even voor in 1679. De vennoten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden. En dan komt die. En een der vennoten kan de overige niet verbinden indien deze hem daartoe geen volmacht gegeven hebben. Ik lees hem even door in artikel 1681. Het beding dat ene handeling voor rekening der maatschap is aangegaan, verbindt slechts den vennoot die dezelfde aangegaan heeft, maar niet de overige, tenzij de laatstgenoemde hem daartoe volmacht hadden gegeven of de zaak ten voordele der maatschap geschikt hebben. Nou, een hele rare zin, oud-Nederlands. Volgens mij komt Burger 7a uit 1800 zoveel. Is in de tussentijd is niet echt aangepast, dus je moet er even doorheen prikken, gewoon goed lezen. Nou, wat staat er nou eigenlijk? Hoofdregel. Bij een maat heb je niet automatische vertegenwoordigingsbevoegdheid. Je hebt een volmacht nodig van je maat. Dus als Piet en ik een maatschap hebben, dan moet ik voor handelingen, moet ik even de volmacht nodig van Piet. Moet Piet zeggen, oké, Pim, jij mag die handelingen verrichten. Hoofdregel. Natuurlijk zijn er altijd heel veel uitzonderingen, maar voordat we daarop ingaan, even goed om te benadrukken het verschil met de gewone volmacht, die we dus hiervoor hebben behandeld. Nou, stel je voor dat Piet geen volmacht van mij heeft, maar toch iets doet, dan is het gevolg is anders dan bij de normale volmacht. Nu is het zo dat er wel een overeenkomst is gesloten tussen Piet en de verkoper van de schilderij, maar bij die vorige is er geen overeenkomst gesloten. Piet is slechts aansprakelijk te stellen. Nou, er is ook een uitzondering, die lezen we in artikel 1681, namelijk het laatste gedeelte, of de zaak ten voordele der maatschap gestrekt hebben. Dus stel je voor dat Piet die handelt in de naam van de maatschap, maar hij had helemaal geen volmacht, terwijl hij die wel nodig had. Nou, en stel je voor, hij doet een dusdanig goede transactie, waardoor onze maatschap gewoon helemaal opbeeft en gewoon heel veel geld binnenkrijgt. Nou, dan is het een voordeel van de maatschap en dan is de maatschap toch gebonden. Nou, wanneer is er dan sprake van een voordeel? Volgt uit het arrest dieselgarage. Volgens mij is dat niet voorgeschreven voor jullie. Voorgaande jaren was het wel voorgeschreven. Maar nog steeds wel handig om te weten. Heeft de maatschap er objectief gezien voordeel van gehad of geprofiteerd? Je moet je dus zelf gaan toetsen van oké, is het nou echt een voordeel voor de maatschap? Nou, bij de maatschap is het ook altijd heel erg van belang dat je een onderscheid moet maken, inderdaad, zoals je onderaan het besluit al ziet staan, tussen beheers- en beschikkingshandelingen. Voordat ik daarop inga, zijn er hier vragen over? Is het helemaal duidelijk, dus hoofdregel, je hebt die volmacht nodig. Dan heb je al één uitzondering, zie je al in artikel 1681, dus in het geval je er sprake is van baattrekking. Kijk, ik zie helemaal niks binnenkomen in de chat, alleen maar goed. Gaan we door op het onderscheid tussen beheers- en beschikkingshandeling. Ik lees even voor in artikel 1676, en dan de eerste sub 1. Dus lees en arrangeer vooral met me mee. Bij gebreken van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer moeten de volgende regelingen in acht worden genomen. De vennoten worden geacht zich over en weder de macht te hebben verleend om de een voor de anderen te beheren.
Je moet altijd, als je een casus krijgt op een tafel, goed kijken van oké, waar is je nou, bij een maatschap is er nou sprake van een beheershandeling of een beschikkingshandeling? Heeft namelijk bepaalde gevolgen. Beheershandelingen wordt namelijk van uitgegaan, op grond van artikel 676 sub 1, dat er altijd sprake is van een volmacht. Bij beschikkingshandelingen wordt daar niet van uitgegaan. Bij beschikkingshandelingen moet je nog expliciet die volmacht geven. Nou, hoe zie je nou iets of iets met een beheershandeling is of een beschikkingshandeling? Bij een beheershandeling gaat het echt om de alledaagse handelingen van de maatschappij. Als Piet en ik een stille maatschappij hebben, wij zijn klussers. En Piet die koopt een x-aantal schroeven in voor ons stille maatschappij, dus voor onze klussersmaatschappij. Nou, dat is een alledaagse handeling, want klussers hebben gewoon schroeven nodig. Dan kan dat worden gezien als een beheershandeling. Je ziet op de slide, zie je ook nog een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld een pak koffie kopen, weet je, dat is allemaal niet heel interessant. Beschikkingshandelingen, dat is wel een iets belangrijkere handeling. Je ziet ook al een aantal voorbeelden op de slide. Is het ontslaan van personeel of echt grote belangrijke overeenkomsten sluiten. Waar je denkt van oké, daar heb je wel echt een volmacht nodig. Dus eigenlijk altijd bij de maatschap, hoe ga je te werk op het tentamen? Je schrijft altijd eerst de hoofdregel uit artikel 679, junctus 681 op. En dan ga je daarna kijken, oké, was hier eigenlijk sprake van een beschikkings- of een beheershandeling? Een beheershandeling weet je, oké, er is altijd automatisch volmacht op grond van 676. En bij een beschikkingshandeling heb je volmacht nodig. Onthoud, houd het in je achterhoofd. Maatschap kan omtrent de vertegenwoordiging zelf dingen regelen. Burgerlijk 7a is grotendeels regelend recht. Houdt in dat je dus zelf afspraken hierover kan maken wanneer je wel en niet de volmacht nodig hebt. Ik heb eigenlijk in het tentamen heb ik altijd gezien dat er geen afspraken zijn gemaakt. Maar ik wil het wel nog even benadrukken van oké, onthoud, er is een mogelijkheid dat je hierdoor zelf dingen, hiertoe zelf dingen regelt. Dan is dat leidend. Maar in het tentamen heb ik eigenlijk altijd wel gezien dat er zelf niks is geregeld. Het onderscheid tussen beheers- en beschikkingshandeling. Zijn hier nog vragen over of onduidelijkheden? Ga ik over op de vennootschap onder firma. Nou, weet de vennootschap onder firma, dat is het wetboek van koophandel. Dus pak hem er vooral even bij, het wetboek van koophandel. Even kijken. Esra, één vraag. Is voor de vennootschap onder firma en de communitaire vennootschap, is daar ook, moeten we dan ook kijken naar burgerwetboek 7a of moeten we alleen kijken naar het wetboek van koophandel? Gewoon even in het algemeen. Wat denk je? En je kan even je microfoon anders aanzetten, dat is wel zo handig. Dus als we het hebben over een vennootschap onder firma, moeten we dan alleen kijken naar het wetboek van koophandel of is ook burgerwetboek 7a van toepassing? Ze zijn beide dus een gecodificeerde maatschap. Dus 7a geldt sowieso die hoofdregel. En dan de uitzonderingen die gelden gewoon van het wetboek van koophandel. Ja, inderdaad. Heel goed. Dus ze gelden allebei voor de vennootschap van de firma. Tenzij er dus iets bijzonders is geregeld in het wetboek van koophandel. Als er dus iets anders is staat in het wetboek van koophandel, dan is dat leidend voor de VOF en de CV. Heel goed, ja. Dankjewel. Je ziet dat ook bijvoorbeeld, nu het eerste voorbeeld hiervan is artikel 17. Pak hem er even bij allemaal. Het gaat over de vertegenwoordiging bij de vennootschap onder firma. Dan zie je dat die anders is geregeld bij de VOF dan bij de maatschap. Ik lees hem even voor in het eerste lid. Elk der vennooten die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name de vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Lees ik door in het tweede lid. Handelingen welke niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn of tot welke de vennooten volgens overeenkomst onbevoegd zijn, worden onder deze bepaling niet begrepen. Hier staat eigenlijk gewoon de regel met betrekking tot de vertegenwoordiging bij de vennootschap onder firma. Hoofdregel, er is automatische vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het is dus heel anders bij de maatschap. Ja, ook hier heb je dan weer een uitzondering op. Twee uitzonderingen die staan in lid 2 van artikel 17. Namelijk handelingen welke niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn. Dus als ik een handeling sluit, welke gewoon totaal niks met de vennootschap onder firma te maken heeft. Je ziet bijvoorbeeld op de slide zie je ook al een goede staan. Als je een luxe sportauto koopt voor een schilders VOF, weet je, dat heeft er gewoon echt helemaal niks mee te maken.
En de tweede uitzondering, die staat ook in de twee, dat is wanneer iemand onbevoegd is. Je kan dus hier van tevoren ook zelf dingen over afspreken. Ik kan met Piet afspreken, oké, Piet, je bent allemaal helemaal prima in de, om alles, om de boekhoudkundige bij helemaal goed, maar je kan gewoon niet de VOF vertegenwoordigen, dan kan ik dit van tevoren afspreken. Voorwaarde is wel dat ik het in het handelsregister zet. En dan is Piet ook niet bevoegd om de vennootschap van de firma te vertegenwoordigen. Dus er zijn twee uitzonderingen, namelijk handelingen welke niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn en wanneer iemand is uitgesloten van vertegenwoordiging. En je zag bijvoorbeeld bij die vorige slide, het is wel leuk om even erbij te halen, hier het verschil tussen beheers- en beschikkingshandelingen, dat je ook dus, je moet, dus had je bijvoorbeeld ook beheershandelingen zijn die alledaagse handelingen en de beschikkingshandelingen zijn iets grotere handelingen. Bijvoorbeeld het ontslaan van personeel, hè, dat is dus een beschikkingshandeling. Bij de maatschap heb je daar dus die volmacht nodig. Als je bij die VOF, als je daar bijvoorbeeld te maken hebt met het ontslaan van personeel, wat denken jullie? Is dat dan ook iets dat wel tot de vennootschap betrekking heeft? Wel betrekking op de vennootschap? Of denken jullie, nee, daar heb je ook aparte volmacht voor nodig bij de VOF? Dus ik probeer een beetje het verschil aan te kaarten tussen de maatschap en de VOF. Dat is wel een leuke tentamenvraag. Maar het is in principe zo dat het ontslaan van personeel, dat heeft wel degelijk betrekking op de vennootschap van de firma. Je moet echt aan het voorbeeld denken hier bij de luxe sportauto. Je moet echt helemaal verwijderd zijn van de vennootschap van de firma, wil het er geen betrekking op hebben. Dus die grens tussen betrekkingen hebben op de volg- en beheers- of beschikkingshandelingen, die ligt anders. Dus bij beschikkingshandelingen heb je al heel snel een volmacht nodig. Bij de vennootschap van de firma moet echt een handeling zijn die niks met de VOF te maken heeft. Daar moet het echt over gaan. Goed om dat verschil tussen die twee voor ogen te hebben. Zijn er hier vragen over? Is alles tot dusver helemaal helder? Oké, hartstikke goed. Nou, altijd handig op het tentamen, zeker als, volgens mij zijn het allemaal open vragen. Altijd handig op het tentamen is, ga bij de vertegenwoordiging bij personenvennootschappen deze drie uitzonderingen na. Een aantal hebben we ook al een beetje behandeld, ook een beetje met de volmacht uit burgerwet 3. Maar ga ze altijd nog een keer na. Dit is zowel bij de maatschap als bij de vennootschap van de firma. Nou, de eerste is de gewekte schijn van vertrouwen. Die hebben we ook gezien bij de normale volmacht. Als dus de wederpartij op basis van mijn handeling of gedraging ervan nog uitgaan, oké, Piet heeft die volmacht. Nou, dan kan de maatschap of de VOF nog steeds gebonden zijn, terwijl die wel een volmacht nodig had. Ik kan hem altijd bekrachtigen als Piet geen volmacht had, maar toch een handeling doet waar hij wel een volmacht voor nodig had. Dan kan ik hem inderdaad altijd nog achteraf bekrachtigen. En daarnaast heb je ook de baattrekking. Dus als die handeling echt een voordeel is van de maatschap of de VOF, dan is de maatschap of de VOF toch verbonden. Onthoud je ook altijd weer het verschil met de normale volmacht uit burgerlijk wetboek 3. Bij de normale volmacht uit burgerlijk wetboek 3 is het zo dat als die volmacht wordt overschreden, dan staat de gevolmachtigde niet in. Dan is er geen overeenkomst gesloten tussen de gevolmachtigde en de derde. Nee, in dat geval is diegene aansprakelijk. Maar bij de personenvennootschappen is er wel een overeenkomst gesloten tussen Piet en de derde. Dus stel je voor, Piet, die had een volmacht nodig voor mij om personeel te ontslaan. Nou, Piet, die doet dat zonder het ontslag van het personeel. Dan is dat dus een rechtsbetrekking tussen het personeel en tussen Piet. Dus ik sta hier gewoon volledig buiten en Piet hoeft niet schade te vergoeden, maar hij moet dat gewoon zelf op gaan lossen. Gewoon onderaan dat verschil goed voor ogen houden. Als er verder geen vragen over zeker zijn, dan denk ik dat we doorgaan op de kapitaalvennootschappen. Kapitaalvennootschappen nu wordt het iets ingewikkelder. Het is altijd de N van de B van de altijd. Dan moet je gewoon heel burgerlijk de CFA en het wet van koophandel gewoon even achterwege laten. Denk daar gewoon niet aan. Die kan je dichtgooien. Wat je wel moet gebruiken is burgerwet op 2a. Hetzelfde is natuurlijk andersom. Hè, als je te maken hebt met een maatschap en een VOF, dan kan je gewoon burgerwet 2 even verlaten voor wat is. En dan kan je alleen focussen op het wetboek van koophandel en burgerlijk wetboek 7a. Nou, wij gaan in ieder geval door met burgerlijk wetboek 2. En artikel 130. Laat er allemaal met me mee naar artikel 130.
Ik lees hem even voor in het eerste lid. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Dat zie je hem eigenlijk al, hè? Dus automatische vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de NV en de BV. Nou, dan lees ik hem even door in een derde lid. Het tweede lid kom ik zo meteen op. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuur toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarden voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vennootschap worden ingeroepen. Onthoud, mijn NV en de BV, automatische vertegenwoordigingsbevoegdheid, hij mag alles doen. Tenzij uit de wet iets anders voortvloeit, komt van derde lid. Dus het moet echt gaan om een wettelijke beperking, wil de vertegenwoordigingsbevoegdheid worden ingeperkt. Het moet niet gaan om een statutaire beperking, het moet niet gaan om een onderhandse beperking of een afspraak. Nee, het moet echt gaan om een wettelijke beperking, wil een bestuurder zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid worden ingeperkt. Nou, wat zijn die wettelijke beperkingen? Die staan in lid 2. Kom ik zo meteen op terug. Onthoud in ieder geval, alleen een wettelijke beperking heeft externe werking. Wat houdt die externe werking nou in? Stel je voor, Piet en ik hebben samen een NV of hebben een BV. En er is sprake van een wettelijke beperking. Ik beperk Piet op grond van lid 2. Kom ik zo meteen op wat die beperkingen zijn. Stel je voor, Piet, die overschrijdt zijn bevoegdheid. Dus ondanks die wettelijke beperking verricht hij toch een handeling. Dan kan de vennootschap, ik dus, kan daar een stokje steken voor die overeenkomst. Maar het kan alleen omdat er sprake is van een wettelijke beperking. Ga ik even door naar wat die wettelijke beperkingen nu zijn. Ik lees hem even voor in het tweede lid. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. De statuten kunnen echter bepalen dat zij behalve aan het bestuur slechts toekomt aan één of meer bestuurders. Dat is de eerste. En de tweede. Zij kunnen voorts bepalen dat een bestuurder de vennootschap slechts met medewerking van één of meer anderen mag vertegenwoordigen. Dus dit zijn de enige twee wettelijke beperkingen. Of Piet wordt volledig uitgesloten van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hij mag helemaal geen handelingen tot vertegenwoordiging van de vennootschap verrichten. Of daarnaast heb je die twee handtekeningclausules. Dus Piet mag alleen handelingen verrichten met mijn toestemming of met mijn medewerker. Dat zijn de wettelijke beperkingen. Ik zal het even illustreren met een voorbeeld. Stel je voor, Piet en ik, wij produceren schoenen. We hebben een schoenen-BV. En trouwens, artikel, ik ben nu artikel 130 aan het voorlezen, maar 240 is precies hetzelfde. Dus daar houd ik geen verschil met de NV en de BV. Maar we produceren die schoenen. Nou, Piet die is wederom heel goed boekhoudkundig, maar hij kan gewoon niet heel, hij kan gewoon niet de BV of de NV vertegenwoordigen. Dus ik regel van tevoren statutair dat Piet, je mag alleen de NV of de BV vertegenwoordigen met mijn goedkeuring, met mijn medewerker. Nou, stel je voor Piet die koopt voor 100.000 euro aan leer binnen zonder mijn medewerking. Dan overschrijdt Piet zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hij had namelijk medewerking nodig van mij. Nou, dit is een tweehandtekeningclausule. Het staat in artikel 2 van artikel 130 of 240 lid 2. De bevoegdheid wordt overschreden. Maar omdat het een wettelijke beperking heeft, heeft het externe werking. Houdt in dat de vennootschap niet gebonden is aan de overeenkomst. De vennootschap hoeft niet 100.000 euro voor dat leer te betalen. We kunnen hem ontbinden. Ik kan er een stokje voor steken voor die overeenkomst, omdat er sprake is van een wettelijke beperking. De wettelijke beperking moet overigens ook altijd worden ingeschreven in het handelsregister, zodat de derde er ook van op de hoogte is. Dan ga ik eens een voorbeeld geven van een niet-wettelijke beperking. Stel je voor dat ik, deze komt dan vaak voor, stel je voor ik regel statutair. Oké, Piet mag alleen de NV of de BV vertegenwoordigen indien hij goedkeuring heeft van de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is een beperking, deze staat niet in lid 2 van artikel 130. De enige wettelijke beperkingen die staan hier op de slide. Dus Piet die mag alleen de vennootschap vertegenwoordigen indien hij toestemming heeft van algemene vergadering. Stel je voor Piet, die koopt dat leer voor 100.000 euro in, zonder die toestemming. Dan heeft hij dus wel zijn bevoegdheid overtreden. Maar dit is geen wettelijke beperking. Deze werking werkt niet extern, maar slechts intern.
Dus stel je voor, Piet koopt toch dat leer ter waarde van 100.000 euro. Dan kan de vennootschap kan die overeenkomst niet ontbinden. We zijn gebonden aan de overeenkomst. Wij moeten 100.000 euro aan dat leer betalen. En wij krijgen dat leer terug. Omdat er geen sprake is van een wettelijke beperking. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Oké, Piet. Jij mag onder de 10.000 euro mag jij de overeenkomst... de NVVTB vertegenwoordigen. Boven de 10.000 euro mag dat niet. Dan stel je voor, Piet... Je koopt iets ter waarde van 20.000 euro zonder. Hij koopt iets van 20.000 euro, dus hij mag de hele NVLTB niet vertegenwoordigen. Nou, dan willen wij die overeenkomst ontbinden, maar nee, dat kan niet. Want het is geen sprake van een wettelijke beperking uit 130 lid 2. Dus zijn we wel gebonden aan de overeenkomst. Een andere mogelijkheid, wat ook nog kan, ik heb ze hier een beetje op een rij gezet, is dat je een combinatie hebt tussen een wettelijke beperking en een niet-wettelijke beperking. En dat is leuk voor tentamen. Hè? Want dan willen ze, studenten willen ze op het verkeerde been zetten, door dus een combinatie van een wettelijke en niet-wettelijke beperking op te geven in de casus. Maar ook een combinatie van de twee heeft geen externe werking. Ik zal het even een voorbeeld. Stel je voor, ik spreek met Piet af. Oké, Piet, tot de 10.000 euro mag jij gewoon de vennootschap vertegenwoordigen, de NVVTB vertegenwoordigen. Boven de 10.000 euro heb je goedkeuring nodig van mij. Nou, weet je wel, dat goedkeuring nodig van mij hebben, dat is weer die twee handtekeningen. Als jullie denken, oké, ja, wettelijke beperking, externe werking. Nee, het is een combinatie tussen een niet-wettelijke beperking en een wettelijke beperking. Heeft het geen externe werking, slechts interne werking. Stel je voor, Piet koopt iets ter waarde van 20.000 euro zonder mijn toestemming. Gaat hij dus zijn bevoegdheid buiten, gaat zijn boekje buiten. Dan kan de NV of de BV kan daar niks tegen doen. De NV of de BV is gebonden aan die overeenkomst. Het is geen wettelijke beperking uit lid 2. Is dit voor iedereen duidelijk? Geef het ook vooral even in de chat aan of je door hebt. Stuur gewoon even ja, het is duidelijk in de chat, want dit is best wel technisch. En dus ik kan me voorstellen dat het wel lastig is om even door te hebben. We gaan zo meteen ook nog heel uitgebreid oefenen. Ik zie dat heel veel mensen dat doorhebben. Dat is hartstikke goed. Nou, wat kan dit voor een bepaalde gevolgen hebben? Nou, stel je voor dat er dus een fout is in de besluitvorming. Wat ik dus net ook al gaf. Ik spreek statutair af dat Piet toestemming nodig heeft van de algemene vergadering. Nou, hij heeft toestemming niet. Dan weten we allemaal, nou, als je in strijd handelt en besluit neemt in strijd met de statuten, nietigheid op grond van 214. Weet je wel, een besluit heeft nooit bestaan. Ga je dan vanuit. Maar dat besluit is alleen intern nietig. Extern is het wel geldig. Piet was gewoon bevoegd om de vennoot, die kon hem gewoon vertegenwoordigen. Die kon gewoon de NV of de BV vertegenwoordigen. Die nietigheid werkt slechts intern. Dus dat betekent dat de NV of BV, hoewel dat besluit intern nietig is, extern nog steeds gebonden is aan die overeenkomst. Nu zijn ze gewoon echt heel streng. Er is een arrest dat weer een uitzondering hierop geeft. Ga ik jullie niet meer lastigvallen, hoef jullie niet te kennen. Onthoud in ieder geval ook als een besluit intern nietig is. Dus bijvoorbeeld hij heeft goedkeuring nodig van de algemene vergadering. Is dat intern geregeld op grond van 214? Kan Piet extern nog steeds zelf vertegenwoordigingsbevoegd zijn? En is dus onze schoenen NV of BV gebonden aan de overeenkomst? Hier zijn ze gewoon echt heel streng. Hier ook onderaan staan dus. Fouten in de besluitvorming hebben in beginsel geen gevolgen voor de vertegenwoordiging. Dan hebben we de stof doorgewerkt. Even kijken. Het is, we zitten echt ver voor op schema. Het kan dus best zijn dat we iets eerder klaar zijn. Dat is helemaal niet erg. Het is nu 34 op mijn telefoon. Ik stel voor dat we even een pauze van 8 minuutjes doen. En dan gaan we, dan laat ik even de stof even bezinken. En dan gaan we even een paar oefenopgaves maken. Dus ik zie jullie om 42 terug. Dus 12:42 zie ik jullie terug. Tot zo.
Oké, het is 42, dus dan gaan we door even met de oefenopgaves. Ik zal nog een vraag van Lana binnenkomen of de dia's via de mail worden doorgestuurd. Ja, zeker. Die krijgen jullie allemaal op de mail, zodat jullie hem daarna allemaal nog even rustig kunnen doornemen. Is het, ik had ook even zelf even een vraag. Is het voor jullie al duidelijk hoe het tentamen plaats gaat vinden? Is het zo dat je, net zoals de vorige keer, gewoon fysiek het tentamen krijgt? Of is het online, of is het met of zonder proctoring? Is er al duidelijkheid over? Ah, ik zie dat het online is. Oké, en is het dan met of zonder proctoring? Oké. Nou, dan is dat goed om te weten. Dan wachten we dat even af. Ja, het wat chillen is aan online natuurlijk, als het zonder proctoring is. Is dat je gewoon de slides et cetera erbij kan hebben. Bij een normale cursus krijg je gewoon de slides en dan kan je gewoon erin ctrl-f'en. Dan kan je zo bij elke vraag gewoon het onderwerp zien en welke artikelen allemaal van belang zijn. Dus dat zou wel fijn zijn. Maar goed, wij gaan in ieder geval door naar de oefenopgaves. Dat is wel leuk, want dan kan ik jullie ook iets meer de beurt geven. Even kijken. Aniek, zou jij jouw microfoon aan willen zetten en zou je de eerste vraag willen voorlezen? Oh, en ik zit in de UB. Anju, zou jij hem willen voorlezen? Ook geen gehoor. Danielle, zou jij hem willen voorlezen? Dot, zou jij willen voorlezen? Hi. Ja, helemaal top, dankjewel. Transportbedrijf Eluma BV, gevestigd te Drunen, vervoert nationaal en internationaal goederen. Daarnaast biedt Eluma BV haar klanten ook de mogelijkheid tot tijdelijke opslag van goederen. Dankzij de aantrekkende economie krijgt het transportbedrijf veel nieuwe opdrachten, waardoor de opslagloodsen steeds voller raken. Het bestuur van Eluma BV, bestaande uit Grijpstra, voorzitter, Hoeksma, financieel directeur en Zierke, technisch directeur, besluit daarom een nieuwe opslagloods te laten bouwen. Grijpstra en Zierke geven bouwbedrijf Boom NV opdracht tot de bouw van de loods. De totale bouwkosten bedragen €350.000. Door de enorme werkdruk vergeet het bestuur de raad van commissarissen hierover te informeren en goedkeuring te vragen. Zierke herinnert Grijpstra hier diverse keren aan, maar laat het vervolgens rusten. Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Abma, het bericht in de plaatselijke krant leest, is hij dan ook verontwaardigd. Hij en de twee andere commissarissen eisen tekst en uitleg van het bestuur, te meer als blijkt dat een ander bouwbedrijf de loods veel goedkoper had kunnen bouwen. De statuten van Eluma BV bevatten de volgende bepalingen die voor de beantwoording van belang kunnen zijn. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Naast het bestuur is de voorzitter samen met de medebestuur bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Aan alle inschrijvingsverplichtingen bij het handelsregister is voldaan. Is Eluma BV gebonden aan een contract met Boom NV? Nou, hele lap tekst. Hoe pakken we zo'n vraag aan, denk je? Je ziet inderdaad dat er is dus wat zijn de feiten? Er is dus voor €350.000 iets gekocht door Grijpstra en Zierke. En zij hebben dat gedaan. En Dot, denk je dat ze hier binnen hun bevoegdheid zijn gebleven? Als je kijkt naar de bepaling in de statuten. Nou ja, er staat in de statuten dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het bestuur, naast het bestuur, de voorzitter samen met het medebestuur bevoegd is. Maar dan hadden ze met z'n drieën moeten besluiten, toch? Nou, naast het bestuur is de voorzitter samen met één medebestuurder bevoegd. Oh, ja. Dan wel, toch? Ja, we zien dat Grijpstra is de voorzitter en Zierken. Zierken is technisch directeur, maakt het ook niet uit. Dus dan zijn ze in principe gewoon binnen de bevoegdheid gebleven. Oké? En je ziet dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Abma, dat die vindt het niet oké.
Heeft hij nog iets van invloed hierop? Heeft dat iets van gevolgen voor de gebondenheid van Illuma BV? Dot, wat denk je? Heeft de voorzitter van de RVC nog iets van invloed op dit besluit? Op deze vertegenwoordigingshandeling? Ze moeten wel tekst en uitleg geven toch als de Raad van Commissarissen daarom vraagt. Ja, oké, inderdaad. Maar heeft het een gevolg voor de gebondenheid? Dat niet, denk ik. Als zij gewoon vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Ja, oké, inderdaad. Dus dat niet. Dus wat is dan ons antwoord? Dat Luma gebonden is aan het contract met Boom NV. Zeker, ze zijn gewoon gebonden. Stel je voor dat er ook nog een bepaling bij stond, Dot. Dan ben je vanaf. Het bestuur moet voor bedragen boven de 200.000 euro altijd goedkeuring hebben van de RVC. Zeg maar dat ook in de statuten stond. Had het dan invloed op het antwoord van de vraag? Ja, in dat geval wel. Hadden ze niet helemaal daaraan voldaan, toch? Dan hebben ze inderdaad niet aan die daaraan voldaan. Maar heeft dat gevolgen voor de gebondenheid van Illuma BV? Nee, niet voor de gebondenheid, maar moeten zij dan niet zelf bijbetalen bijvoorbeeld? Nou, kijk, het is in principe goed hoe je zo nadenkt. Want in principe, ze zijn gewoon gebonden. Dus Illuma BV is gewoon gebonden. Maar ze kunnen dan wel achteraf nog misschien intern aansprakelijk worden gesteld. Kijk, jullie hebben als het goed is, hebben net die week van aansprakelijkheid ook gehad. Dat je die vorm van interne aansprakelijkheid op grond van 2.9... Ze zouden dan eventueel nog wel aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar dat is hier niet de vraag. De vraag is Illuma BV gebonden? Dus zelfs als er een bepaling in de statuten zou staan met oké, bij een bedrag boven de 200.000 euro heb je de goedkeuring van de RVC nodig, dan is Illuma BV nog steeds gebonden aan die overeenkomst. Okay. Heb je hem door, Dot? Ja, ik denk het wel. Oké, we gaan zo meteen ook nog meer oefenen. Zijn er nog vragen van andere mensen? Is het helemaal duidelijk voor iedereen? Ik zal ook even het antwoord erbij pakken. Dus alles is gewoon goed gegaan. De inschrijving van handelsregister is ook gewoon compleet. Dus het is gewoon externe werking en is Illuma BV gebonden. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Even kijken, Elise, zou jij deze willen voorlezen? Ja, er wordt hier flink geklust. Dus ik weet niet of dat nog duidelijk te verstaan is. Maar... ik hoor je helemaal helder, dus... Oké, top. De drie studenten, Edo, Daisy en Milan, wonen samen met nog een aantal andere studenten in een studentenhuis in het centrum van Leiden. Ze vinden het leuk om te filmen en ze besluiten samen filmpjes, vlogs te maken over hun leven in het studentenhuis. Iedere dag maken ze samen de vlogs en uploaden ze deze op het internet. Binnen een aantal maanden zijn hun vlogs een hype bij jongeren. En hebben ze meer dan 1 miljoen views per maand. De drie studenten kiezen ervoor hun vlogs voort aan te publiceren onder de naam... voortaan te publiceren onder de naam Studio Day Vlog. Om zo nog meer naamsbekendheid te verwerven. Inkomsten genereren ze via de advertenties die bij hun vlogs worden geplaatst. Daisy houdt zich vooral met de technische kant bezig van het filmen. En stelt het genot van haar... zeer hoogwaardige filmapparatuur ter waarde van 5.000 euro ter beschikking. Edo, Daisy en Milan zijn een voortzettingsbeding overeengekomen. Edo sluit op 1 mei 2017 een marketingcontract af met Hippie Hype BV. Hippie Hype zal advies en kennis verstrekken aan Studio D om zo de bedrijfsactiviteiten verder te ontwikkelen en commerciëler aan te pakken. Studio D zal Hippie Hype hiervoor maandelijks een vergoeding van 300 euro betalen. Na een week horen Milan en Daisy dat Edo dit marketingscontract heeft getekend. Ze zijn furieus en stellen zich op het standpunt dat Studio D niet gebonden is aan het marketingcontract. Is de rechtsvorm gebonden aan het marketingcontract? En zo ja of nee, op grond waarvan? Nou, mijn hele lab tekst inderdaad. Hoe pakken we zo'n vraag aan, Elise? Het gaat om een POF. Heel goed. Welk artikel moeten we dan erbij pakken?
Dat was artikel 17, lid 1, volgens mij. Van ja, het wetboek van koophandel. Ja, gewoon 17 en dan lid 1, maar ook lid 2. Oké. Okay. Daar staat in dat elke vennoot bevoegd is te handelen. Mm-hmm, dat is inderdaad de hoofdregel, heel goed. Tenzij de handeling niet betrekkelijk is of de vennoot volgens overeenkomst onbevoegd zijn. Oké, okay. Is hier sprake van dat iemand wordt uitgesloten? Is hier van de vertegenwoordiging, van de vertegenwoordigingsbevoegdheid? Nee, volgens mij niet. Nee, inderdaad. Dus. Oké, okay. Dan die andere uitzondering? Een handeling die niet tot de vennootschap betrekkelijk is. Maar dat is die volgens mij wel gewoon. Waarom vind je dat het wel zo is? Ja, omdat het marketing is voor de vennootschap. Ja, en dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Van, nou, dat heeft er wel echt betrekking op. Kijk, het moet echt iets zijn wat gewoon echt niks met de gewoon niet mee te maken heeft. Weet je. Dan heb je echt te maken met een handeling die niet tot de vennootschap betrekking heeft. Maar een marketingcontract zeker. Dus ook weer hier is een beetje ja, kan je ook argumenteren, ja, ik denk niet hier, maar in andere gevallen kan het zo zijn dat het echt grijs gebied is. En bij een tentamen, maar zeker bij een open tentamen, is dan wel leuk, want dan kan je ook beide kanten op argumenteren. Maar goed, inderdaad, hier Elise, heel goed, die heeft het wel gewoon betrekking op de vennoot. Oh, ik ben helemaal vergeten. Wat is dan onze conclusie? Is de rechtsvorm gebonden aan het marketingcontract? Ja. Ja, inderdaad. Heel goed gedaan. Inderdaad, eerst de hoofdregel, dan niet tot de vennootschap betrekking. Nou, je hebt hier nog 3 handelingen. Je kan deze erbij houden, maar is voor mij zelf niet heel belangrijk. Nou, in ieder geval dat het marketingcontract wel gewoon betrekking heeft op de VOF. En dus zijn ze gebonden aan de overeenkomst. Heel goed gedaan. Dankjewel. Zijn er hier nog vragen over? Of onduidelijkheden? Heeft iemand het helemaal door? Snapt iedereen het? Oké, dan gaan we door. Renske, zou je deze willen voorlezen? Ja, in de statuten en in het handelsregister is de volgende bepaling opgenomen. Bestuurder ik mag... en de VVV bij transacties voor meer externe werking. Oké, okay, je viel bij mij viel een klein beetje weg, maar nu bijna weer. Als het is. Ik kreeg net ook een melding dat de wifi niet zo goed is. Nu hoor ik in ieder geval helemaal goed. Wat denk je? Oké. Even kijken hoor. Ik heb echt geen idee. Wanneer had de bepaling ook weer externe werking? Die vraag. Geen idee ook. Welke rechtsvorm hebben we hiermee te maken? We hebben te maken met de NVMB, dus welke wet moeten we pakken? Boek 2. Boek 2, oké. Okay. Goed. Nou, dan heb je nog 400 keuzes. Dus weet je welk artikel? Ik ben het echt niet helemaal. Kan iemand Renske helpen? Welk artikel moeten we hiervoor kijken? Ja, graag. Tim stuurt het al in de chat, artikel 130 inderdaad. Oké. Okay. 130. Dat is gewoon 130 voor de NV, 240 voor de BV. Dat zijn de artikelen voor de vertegenwoordiger. Zie je inderdaad wel 130 en dan zie je staan gewoon de eerste en de derde lid gaat er eigenlijk vanuit van oké, je hebt automatische vertegenwoordigingsbevoegdheid, tenzij je te maken hebt met een wettelijke beperking. En alleen wettelijke beperkingen hebben externe werking. Nou, waar staan die wettelijke beperkingen? Die staan in lid 2 van artikel 130. Zou je die willen voorlezen, Renske? Ja, de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder toe. De statuten kunnen echt bepalen dat zij behalve aan het bestuur slechts toekomt aan één of meer bestuurders. Zij kunnen voorts bepalen dat een bestuurder de vennootschap slechts met medewerking van één of meer anderen mag vertegenwoordigen.
Oké, dat zijn dus onze twee wettelijke beperkingen. Dus ofwel die twee handtekeningclausule, ofwel de volledige vertegenwoordigingsonbevoegdheid. Nou, we weten, alleen de wettelijke beperkingen hebben externe werking. Houdt in dat als de bevoegdheid wordt overschreden, de vennootschap niet gebonden is aan de overeenkomst en de overeenkomst kan ontbinden. Stel je voor, je hebt niet te maken met een wettelijke beperking, dan is er wel sprake van een goede vertegenwoordiging en is de vennootschap wel gebonden aan de overeenkomst. Nou, dan gaan we even terug naar onze vraag. Is er hier sprake van een wettelijke beperking? Renske, wat denk je? Ja. En waarom denk je dat? Ja, denk ik wel. Omdat die bestuurder X alleen samen met een andere bestuurder mag vertegenwoordigen. Dat is inderdaad het gedeelte, dat is een wettelijke beperking. Inderdaad, maar hier heb je te maken met een combinatie. Hè? Je ziet hier een wettelijke beperking. Twee handtekeningen is jullie heel goed, maar daarnaast heb je een bedrag van meer dan 50.000 euro is gemoeid. Kijk, ik heb hier op deze slide heb ik een paar voorbeelden gegeven van bepalingen die geen externe werking hebben. En dit is dus echt zo'n stapelvorm van een wettelijke en niet-wettelijke beperking. Dus is het gevolg dat deze geen externe werking heeft. Oké, ja. Top. Heb je hem helemaal door? Ja, ik heb hem door. Oké. Is het voor de rest ook helemaal duidelijk waarom hier het antwoord is? Gaan we door. Warner, zou je deze willen voorlezen? Ja. Frits is enige aandeelhouder van Fastfood BV, producent van hamburgers en kroketten. Het bestuur van Fastfood BV bestaat uit 3 personen. Gerard is algemeen directeur, Anita is financieel directeur en Christel is directeur marketing. In de statuten van Fastfood BV staan onder meer de volgende bepaling. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit 3 leden. Een algemeen bestuurder, voorzitter, een financieel bestuurder en een bestuurder marketing. Iedere bestuurder is slechts bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen na goedkeuring te hebben verkregen van de algemene vergadering. In het handelsregister zijn de namen van alle bestuurder van Fastfood BV opgenomen, waarbij ook voor iedere bestuurder de statutaire van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is vermeld. Gerard koopt in naam voor rekening van Fastfood BV 6 ton rundvlees en verzuimt daarvoor goedkeuring te vragen aan de algemene vergadering. Geef aan of Fastfood BV gebonden is aan deze vertegenwoordigingshandeling en vermeld het relevante wetsartikel. Kijk, we hebben weer een hele lap tekst. Wat denk je? De enige twee wettelijke beperkingen zijn dus die twee handtekeningen clausule. Mm-hmm. En of voor alle rechtshandelingen. Ja. En ik denk dat dit alleen intern werkt en niet extern, omdat het geen wettelijke beperking is. Ja, inderdaad, want hier heb je te maken met een goedkeuring van de algemene vergadering en die staat niet in artikel 130 lid 2. Of 240 en 2, heel goed. Oké. Okay. En dan? Wat is dan ons antwoord op de vraag? Dat betekent dat Fastfood BV wel gebonden is aan de vertegenwoordigingshandeling. Dus aan de... Heel goed. Je hebt hem helemaal door, inderdaad. Ja, heel goed. Je gaat ze inderdaad eerst kijken van oké, is hier wat is er aan de hand? En dan, ze hebben een handeling gedaan. Dan ga je kijken wat voor een beperking is er en is dit een wettelijke beperking uit 130 lid 2? In het geval dat het niet zo is, dan weet je, oké, dan zijn ze gewoon bevoegd om te handelen en dus is Fastfood BV hier gebonden aan de overeenkomst. En in het geval dat had gestaan bijvoorbeeld, iedere bestuurder van de vennootschap is slechts bevoegd. Wie heeft dat gekocht? Gerard heeft het gekocht, zie ik. Dus bijvoorbeeld, iedere bestuurder is slechts bevoegd om in samenwerking met een andere bestuurder te handelen. Nou, je ziet hier Gerard, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die heeft dus alleen iets gekocht, maar stijf verhaal, dus een medewerking nodig. Nou, dat is dan wel een wettelijke beperking. En in dat geval zou Fastfood BV niet gebonden zijn, omdat er sprake is van een wettelijke beperking. Maar hier heb je een niet-wettelijke beperking, heeft deze slechts interne werking. En dus is Fastfood BV wel gebonden.
Ik zie een vraag van Lana binnenkomen. Kan bij vraag 4 ook 207a worden genoemd? 207a, ik pak hem er even bij. Ten eerste gaat het over een BV en niet een NV. Maar stel je voor, het zou een NV zijn. Het gaat namelijk over die besluiten waarbij je goedkeuring nodig hebt van de algemene vergadering. Lana, op zich goede vraag. Maar zou je in het tweede lid willen lezen? Want stel je voor, het was een NV, dan was het ook wel nog steeds een hele goede vraag. Maar zou je lid 2 willen lezen van artikel 107a? Wil je die voor willen lezen? Ja, ik ben wel verkouden, dus sorry daarvoor. Dat maakt niet uit hoor. Oké, het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. Oh, maar het gaat om een besluit, dus... Ja, dus stel je voor, want op grond van, even ook voor de rest, op 107a heb je voor bepaalde besluiten bij de NV heb je goedkeuring nodig van de algemene vergadering, staat in de wet. Ja. Dan staat in de 2, staat oké, nou stel je voor je overschrijdt het, dus je moet wel goedkeuring hebben van de algemene vergadering, maar je hebt het niet en je neemt toch dat besluit. Ja. Dan tast de nietigheid van het besluit de vertegenwoordiging niet aan. Oftewel, ook al moest ik goedkeuring hebben van de algemene vergadering, ik heb dat niet, ik besluit toch om iets te doen, dan is dat besluit gewoon extern geldig. Dan is die vertegenwoordigingshandel geldig, houdt in dat de NV gebonden is aan de overeenkomst, hoewel ik de goedkeuring nodig had van de algemene vergadering, volgens artikel 107a lid 2. Oh, oké, maar dan stel dat het hier om een NV gaat, dan zou ik wel dit artikel kunnen hebben genoemd. Nee. Oh, nee, ook niet. Want wanneer gaat het om 100, wanneer gebruik ik 107a? Wanneer aan goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van een bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap. Hebben we hier te maken met een belangrijke verandering van identiteit of het karakter van de vennootschap? Nee, het moet wel echt een belangrijke verandering zijn. Ja, en waaronder in ieder geval, dan zie je nog A, B en C. Zie je nog inderdaad 3 gevallen waar er in ieder geval sprake van is. Daar is hier ook geen sprake van, dus je hoeft hem hier niet. Nee, oké. Ja, ik snap. Over dit artikel 107a gaan we in de normale cursus natuurlijk gewoon nog heel uitgebreid op in. Laat ik even nu voor wat het is. Ja, nee, het was ook een opdracht uit de werkgroep, dus ik snap het nu wel. Oké. Ja, oké, dankjewel. Door. Kom ik aan bij de laatste vraag van vandaag, dan zit het al op. Ezra, zou je deze willen voorlezen? De structuurvernootschap Drukkerij en Uitgeverij Lezen BV geeft boeken en tijdschriften uit in 10 verschillende talen. Het bestuur bestaat uit P. Kolden, CEO, A. Yildirim, CFO en K. van Straten, COO. De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 leden. Alle aandelen zijn in handen van I. Zoethout. De statuten luiden, voor zover van toepassing, het bestuur vertegenwoordigt de vernootschap. Iedere bestuurder is zelfstandig bevoegd de vernootschap te vertegenwoordigen. Aan alle vereisten voor inschrijving in het handelsregister is voldaan. Op verzoek van de aandeelhouder heeft de Raad van Commissarissen afspraken gemaakt met de bestuursleden die inhouden dat zij uitgaven boven een bedrag van 100.000 euro eerst ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, maar zijn niet gedeponeerd bij het handelsregister. Drukkerij en Uitgeverij Lezen BV heeft op korte termijn een nieuwe drukpers nodig en K. van Straten bestelt zonder vooraf toestemming te vragen aan de Raad van Commissarissen een tweedehands drukpers ter waarde van 200.000,3500 euro, is Drukkerij en Uitgeverij Lezen BV aan deze overeenkomst gebonden. Nou, eerst die goedkeuring. Dat is een interne aangelegenheid. Dus dat heeft zo zeggen een externe werking. Dat die dan boven het bedrag is, dat doet er dan op dat moment niet toe. Dus ik denk dat Drukkerij en Uitgeverij Lezen BV aan de overeenkomst is gebonden. Oké, heel goed. Je ziet inderdaad ook, staan de afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, maar zijn niet gedeponeerd in het handelsregister. Stel je voor, ze waren wel gedeponeerd in het handelsregister. Had dat invloed op het antwoord op de vraag? Sorry, nog een keer. Nou, je ziet staan in die derde alinea, laatste zin, de afspraken zijn schriftelijk vastgelegd, maar zijn niet gedeponeerd bij het handelsregister. Stel je voor dat het wel was gedeponeerd in het handelsregister. Ja. Zou dat invloed hebben op de antwoord van de vraag? Nee, volgens mij niet. Nee, inderdaad.
Volgens mij ook niet. Heel goed. Ja, dus ja, je ontleed de vraag meteen al heel goed. Je hebt hem helemaal door, Esra. Inderdaad, even kijken. Is er sprake van een wettelijk beperking of een niet-wettelijk beperking? Nou, hier had je goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen van 100.000 euro. Is niet vastgelegd in handelsregister. Maar als het wel was vastgelegd, maakt het ook niet uit dat ze hier onderaan in het antwoord staan. Nou, geen wettelijke beperking betekent dus dat ze wel vertegenwoordigd zijn, gewoon goed vertegenwoordigd zijn. En dat ze wel gebonden zijn aan de overeenkomst. En nogmaals, het maakt dus niet uit of het wel of niet is ingeschreven in deze casus. Heb ik nog een paar, als je verder geen vragen zijn, heb ik nog een paar afsluitende opmerkingen. Blijf dus nog even hangen. Ik weet niet of je het hangen moet noemen, maar blijf in ieder geval nog even. Dit was dus de gratis cursus, duurde 1,5 uur. Nou, bij Athena bieden we natuurlijk ook gewoon een normale cursus aan, duurde 13 uur. We hebben ook een oefencursus, et cetera. Je ziet de verschillen tussen de gratis en de normale cursus. Nou, wat ik altijd heel fijn vind bij de normale cursus, is dat je het samenvattingsboekje krijgt en dat je die groeps hebt, die WhatsApp-groep, dat je dus toch al je vragen daarin kan gooien en dan kunnen we elkaar helpen. En dan zal ik altijd jullie helpen in het geval jullie er even niet uit kunnen komen. Ik ga ook alle normale cursussen volgen. Dus als je het fijn vond, als je denkt van oké, ik heb er wat van geleerd, schrijf je vooral in. Er zijn nog een aantal plekken, dus schrijf je vooral in. Je hebt hier een link van een WhatsApp-groep, maar dit is de link van de grote groep. Dus hier zitten heel veel mensen in, volgens mij is het ook 300 man. Ik weet niet, waarschijnlijk zitten jullie al erin. Als je er niet in zit, heb je hier de link. En dan nog even heel belangrijk als allerlaatste is de evaluatie. Pak je telefoon, scan die QR-code en vul alsjeblieft de evaluatie. Want met die evaluatie, daar kunnen wij ervoor zorgen dat in de toekomst alle tentamentrainingen gewoon nog beter zijn. En dat we gewoon verzorgen dat het gewoon nog fijner zijn voor de studenten. Dus als je iets van tips hebt, zet het er vooral in. Maar ook aan de andere kant, als je vond dat het hartstikke goed ging, geef het ook vooral aan. Er is één vraag zit ertussen met in hoeverre beheers je de stof nu? Of iets dergelijks. Dan moet je wel in de rekening houden in hoeverre beheers je de stof die we zojuist hebben gehandeld. Dus de stof met betrekking tot de vertegenwoordiging bij de rechtsvormen. Dus daar die vraag moet je dan even in je achterhoofd houden. Vul alsjeblieft de evaluatie. Dank je wel. Ik vond het echt hartstikke goed gaan. Heel veel succes bij de voorbereidingen. Meld je vooral voor de normale cursus. Dan zie ik jullie daar graag terug. Dus vul die evaluatie in. Dan beëindigen als er verder geen vragen meer zijn. Oh, ik zie nog een vraag. Lisa heeft nog een vraagje. Ik vroeg me af of deze vragen die we net hebben gedaan vergelijkbaar zijn met normale tentamenvragen, zeg maar. Of? Ik heb ze allemaal uit oude tentamens gehaald. Oké, chill. Want dan moet het hopelijk wel goed komen. Ja, ik heb ze allemaal uit oude tentamens gehaald. Dus dat is inderdaad het niveau, ja. Oké, dankjewel voor de uitleg. Ja, zeker. Ik zie nog een vraag van Marco binnenkomen. Wat voor beperkingen zouden wel effect hebben wanneer deze in het handelsregister worden geschreven qua vertegenwoordigingsbevoegdheid? Dat zijn de wettelijke beperkingen uit 130 lid 2. Dus ofwel de twee handtekeningen clausule, ofwel die volledige vertegenwoordigingsonbevoegdheid. Dat zijn die wettelijke beperkingen, Marco. Heb je hem door? Oké. Nou jongens, nogmaals hartelijk dank. Vul de evaluatie in. Wellicht tot ziens. Dus ik wens jullie alvast een fijne vrijdag en een heel erg fijn weekend.